See, I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, don't give a fuck if you're involved. Yo, gasten van Almus Normaal, mijn naam is Barend en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Zoals je kan zien staan we hier mooi in mijn kamer met al mijn gear. Maar ik heb hier al een hele collectie en jij waarschijnlijk nog niet. Jij hebt waarschijnlijk alleen nog een tech deck en ik ga jou helpen met hoe ik jouw fingerboard carrière kan starten. Even tussendoor, er zitten kinderen buiten. Ik heb al naar ze geroepen van shut the fuck up, maar ze blijven er nog steeds staan. Dus ja, mocht je dat horen op de achtergrond, dan weet je wat het is. En gelijk disclaimer 2, af en toe hoor je mijn microfoon is volgens mij kapot, dus binnenkort moet ik maar even een nieuwe kopen. Alright, hoe vaak ik hoor, hey, tof video's man. Vroeger had ik ook een fingerboard, vroeger had ik een tech deck en dan vond ik het ook wel leuk, maar kan het nooit. Ik ga jou leren hoe je het dus wel gaat leren. En ik ga jou leren waarom fingerboarden dus wel echt een toffe hobby is. Ja, ook ik ben vroeger begonnen met random boardjes, tech decks en eigen fingerboards maken van karton, van papier. Ik heb alles gedaan en daar ben ik uiteindelijk hier geëindigd met al deze gear. Maar laten we beginnen bij de eerste stap. Jij hebt nog een tech deck, misschien heb je die nog wel liggen, maar je bakt er niks van. Dat kan. Daarom gaan we eerst tutorials kijken. De makkelijkste trucjes om mee te beginnen, dat is de Shuffit en natuurlijk de Ollie. Nou, zoals je kan zien, dat doe ik gewoon met een tech deck. Dus daar heb je helemaal geen 100.000 euro miljoen boordje voor nodig. Je kan het gewoon doen met je tech deck. Je hebt er niet zoveel voor nodig. Je moet het gewoon oefenen. Nu ga ik even door dat je dit hebt geoefend, want dat is lastig. En daarom heb ik een tutorial op mijn kanaal. Als je die nog niet hebt gezien, ga die even kijken. En kijk ook naar de video waarbij ik de 5 makkelijkste trucjes uitleg, zodat jij die ook kan oefenen. En dan denk je, oké, ik kan het een klein beetje. Ik kan de Shuffit, ik kan de Ollie. Dan wat nu? Dat ga ik je nu uitleggen, want nu wordt het echt leuk. Nu ga je namelijk je eerste houten boordje kopen. En dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Yo, deze kinderen, wacht even. Willen jullie daar even mee stoppen? Zouden jullie daarmee willen stoppen? Maakt heel veel herrie. Ja? Dankjewel. Oké, die kinderen die zijn nu als het goed is gestopt met dat irritante kutgedrag. Nee, geintje. Oké, nu ga je je eerste boordje kopen. Want er zit nogal een verschil tussen een tech deck en een professioneel fingerboardje. Zoals je kan zien, de grip tape is anders dan de andere. Hij is een stuk breder. En de wieltjes en eigenlijk alles van een professioneel fingerboardje is gewoon beter. Je kan de trucks kan je bewegen. Je hebt gewoon veel meer gevoel. En de trucjes zijn makkelijker te raken, omdat je gewoon veel meer ruimte hebt om je vingers op te zetten. Oké, maar Barend, ik ga niet gelijk 100.000 euro uitgeven aan zo'n boordje. Nee, rustig maar. Ik heb hier zo een aantal boordjes die je kan zien. En die is niet zo duur. En die is ook niet zo duur. Het is gewoon goede kwaliteit. Ik denk dat dit de makkelijkste boordjes zijn om mee in te stappen, want het hoeft niet veel te kosten. Als je een houten boordje hebt, dan leer je gewoon zoveel makkelijker. Je leert sneller en je trucjes worden beter. En zodra trucjes beter worden en je landt meer trucjes, dan wordt het ook gewoon leuker om te fingerboarden. Want hoe tof is het als je gewoon denkt, oké, weet je wat, ik ga een nollie kickflip 50-50 op de rail afdoen. En ja, geloof me, die trucjes, de namen ga je ook wel leren. Want het is ook voor mij nog steeds een leerproces. Dat is sowieso een heel moeilijk trucje. En dan ga je gewoon oefenen en oefenen. En dan denk je van, ah, kut, het gaat de hele tijd kut. Maar op een gegeven moment dan land je hem en dan denk je, holy shit, ik kan het gewoon. En dan denk ik dat je ongeveer 20 tot 30 euro kwijt bent voor echt een goed beginboordje. En dan kan je dus trucjes gaan oefenen. Je kan gaan oefenen met een ramp, die kan je zelf maken natuurlijk. Of, en zoals de halfpipe video, die kan je zelf maken en dan kost het echt maar 5 euro. Of je koopt iets, ja, weet je, dan is het gewoon een investering voor je trucjes. Dan heb je je ramp, dan ga je oefenen op ramps, op rails. En ik kan aanraden om iets van een kleine box te maken met daar aan de zijkant een grind, een rail. Want normale rails, zeg maar zoals dit, is het heel moeilijk om trucjes te landen. En dan is het best wel demotiverend als het gewoon maar niet lukt. Omdat je moet, naast dat je gewoon een trucje wil doen, moet je hem ook precies op de rail landen. En dat is gewoon in het begin echt heel moeilijk, want je moet wel precies weten waar je je fingerboard toestuurt. Dus nou, dan heb je je eerste ramp en dan ben je lekker aan het oefenen, dan ben je gewoon lekker bezig en dan denk je van, hey, eigenlijk gaat het best wel goed. Dan kan je altijd het volgende doen en dat is tutorials gaan zoeken op YouTube over nieuwe trucjes en dat gewoon constant gaan oefenen. Ik speel natuurlijk veel spellen en ondertussen, als ik eventjes moet wachten tussendoor, bijvoorbeeld met Call of Duty, ben ik dood gegaan of whatever, dan ben ik gewoon, hop, ga ik een kickflip oefenen. Nou, oh ja, nice. En dan ga ik gewoon oefenen.
En dan land ik weer een kickflip en dan denk ik, oké, nou nu kan ik het weer beter. En op een gegeven moment, dan wordt het gewoon makkelijker en dan land je gewoon een... En dan doe je het gewoon makkelijker dan voorheen. Ja, oké. Jullie zien nu ook bij mij op mijn video's vaak een toffe montage van allemaal trucjes die lukken. Maar wat mensen niet zien is hoe lang dat duurt. En dan is het best wel demotiverend als jij straks een half uur dit staat te doen zo. En het lukt maar niet. Hey, hoezo doet hij het niet? Waarom gebeurt er niks? En je ziet mij in 2 minuten alleen maar gekke trucjes landen. En alleen maar gekke shit doen. En het lukt elke keer. Oké, dat was 3 keer achter elkaar. Best wel nice. Maar ook ik sta er lang voor te oefenen. En ik sta ook lang te struggelen voordat ik eindelijk een trucje land. Zoals je in het begin zag met een kleine montage. Ik ga je nu wat laten zien wat ook gebeurt tijdens zo'n montage. Ja, zoals je zag, ik probeer 2 trucjes en gaat alle 2 fout. En op een gegeven moment is het gewoon van, oh shit, het is super kut, het gaat kut. En dan snap ik dat je denkt van, oh, what the fuck? Waarom lukt hem het wel en waarom lukt mij het niet? Het is gewoon een kwestie van volhouden, het visualiseren van je truc. En dan gewoon het uiteindelijk toch nog doen. Want weet je, ik ben soms echt al 5 minuten bezig om een truc te landen. Inmiddels is dat niet heel lang, maar vroeger duurde het veel langer voordat ik wat landde. En ook zoals de ollie en de kickflip, ik doe hem gewoon elke dag nog. Zoals je ziet gaat nu ook fout. Af en toe gaat het gewoon fout en het is helemaal niet erg. Wat je gewoon heel erg met vingerborden moet doen is consistent blijven proberen. En ook gewoon je vingers op een zodanige manier op je bordje te zetten. Dat het gewoon elke keer hetzelfde is. Want als je de ene keer je vingers zo neerzet en de andere keer zet je ze zo neer. Dit is wel heel bijzonder als je het zo neerzet. Maar stel je doet dat. Dan gaat het gewoon nooit consistent worden. En dan blijf je dus elke dag hetzelfde doen. En het... Wow, wat was deze truc? Blijf gewoon elke dag hetzelfde op hetzelfde niveau. En uiteindelijk wil je ook gewoon beter worden. Want hoe beter je wordt, hoe leuker het ook wordt om te vingerborden. Alright, je kan nu een aantal trucjes. Je hebt je eerste boordje. Maar toch wil je nu wat beters. Dan wordt het gewoon een kwestie van... toch wel een tof bordje kopen. Ik denk dat het ongeveer 3-4 maanden duurt. En dan kan je een kickflip, een ollie, een shove-it, noem maar op. Een paar leuke trucjes waarmee je ook leuke dingen kan doen vanaf een ramp. Bijvoorbeeld gewoon vanaf hier een ledge drop of whatever. Dan is het leuk om toch eens te gaan denken van... hey, misschien wil ik naar een volgende stap. En dan ga je naar een beter bordje. Wat ik je dan kan aanraden... in Nederland hebben we een aantal skateshops... die ook fingerboardspullen hebben. Waar het ook sowieso goedkoper is. En je het in het echt in je handen kan hebben... om te voelen hoe het nou eigenlijk is. Want misschien vind je het helemaal niet chill... ben je gewend aan je starterboard. En is dat gewoon helemaal prima. Want het hoeft niet duur te zijn om goed te zijn. Nu is het met fingerboarden wel iets anders. Want je hebt wel echt al... je merkt al het verschil in prijs en kwaliteit. Maar ik kan het wel aanraden om te doen... Maar het is niet nodig om heel goed te worden. Maar stel nou je wilt het echt heel graag. Dan kan ik het aanraden om naar een van de skateshops te gaan. Die heb ik even in de beschrijving gezet. Om daar even te kijken. Daar kan je dan ook heen om te oefenen. En dan kan je ook gelijk zien van... hey, als ik die wil, dan heb ik hem ook direct. Hoef je ook niet te wachten op shipping. Dus dat is super chill. En dan heb je je professionele fingerboard. En dan het enige wat je dan nog kan doen is lekker oefenen. Probeer lekker met vrienden die ook misschien geïnteresseerd zijn. Stuur dan deze video door om te laten zien van... hey, het is gewoon oefenen. Er zit gewoon tijd achter. Je kan er niet van uitgaan dat je in 1 keer een ollie kan. Want het is gewoon lastig. Het ziet er makkelijker uit dan dat het is. En mensen struikelen daar altijd best wel hard over. Waardoor ze toch heel erg snel zeggen van nee, fingerboarden, ik vind het toch maar niks. Ik kan je echt aanraden om het toch lekker te gaan proberen. En het moment dat je je eerste ollie raakt, denk je holy shit, dit is cool. Dus ja, dat is een beetje het begin van het fingerboarden. Hoe start je met fingerboarden? Ik kan het ongeveer zo aanraden. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. Thanks voor het kijken. En laat even weten in de comments wat voor fingerboard video je de volgende keer zou willen zien. En natuurlijk of ik jou nu heb kunnen overtuigen om ook te lekker te gaan fingerboarden. Want het is gewoon een superleuke opkomende hype. Let wel op mijn woorden. En binnenkort gaan we even kijken of we wat grote YouTubers kunnen uitnodigen. Die ik kan leren fingerboarden. Want dat lijkt mij het leukste wat er is. Alright, thanks voor het kijken guys. Dan heb ik nog maar 1 ding zoals altijd te zeggen. En dat is like, abonneer, reageer en tot de volgende keer.